Beste mede-Dordtenaren, welkom bij Licht voor Dordt. Met een boodschap van hoop die een lichtpuntje wil zijn in je week in een tijd van duisternis. De tijd waar we nu in leven deed mij eigenlijk denken aan mijn studententijd. Aan iets wat ik toen meemaakte. In mijn studententijd toen deed ik aan wandklimmen. En bij wandklimmen dan klim je zo omhoog langs een muur. En met verschillende handgrepen en voetgrepen waar je aan kunt vasthouden en waar je je voeten in kunt zetten. En die routes langs die muur die hebben ook verschillende kleurtjes. En bij ons was de zwarte route was de moeilijkste route. En de tijd waarin we nu leven deed mij denken aan de eerste keer dat ik de zwarte route ging uitproberen. Ging proberen om te klimmen. En ik weet nog dat ik ergens halverwege die muur hing en dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet. Dit bestaat niet. Zo weinig klimgrepen om me heen. En ik kon de eerstvolgende greep niet vinden. En ik stond met mijn voet op een voetgreepje die echt minimale grip bood. En ik hing praktisch met twee armen aan één zo'n handgreepje te bungelen. En ik dacht, ja, hoe dan? En ik zag het gewoon even niet meer. Nou, de tijd waar we nu in leven is een moeilijke tijd. En volgens mij kunnen we gerust zeggen, we zitten met elkaar in de zwarte route. En de zwarte route betekent voor ons minder grip, minder hou vast. En de eerstvolgende stap is lang niet altijd helder. En misschien herken je iets van het gevoel wat ik net schetste, dat het je onzeker maakt of angstig of bezorgd en dat je denkt, ja, hoe dan? Ik zie even niet meer wat de eerstvolgende stap is. Nou, van dat moment daar aan die klimwand, toen ik daar zo bungelde, daar heb ik twee belangrijke dingen van geleerd. En de allereerste is om even een blik te werpen aan de andere kant van het touw. Dat moet ik even uitleggen. Bij het klimmen zit je vast, stevig vast aan een touw. Die zit aan een gordel om je benen en je heup. En die touw die gaat dan omhoog door een soort van een katrol en dan gaat die ook weer naar beneden. En als je dan naar beneden kijkt, dan zie je daar iemand staan en die zit vast aan de andere kant van het touw. En dat noemen we degene die jou zekert. Hij zekert jou. Hij zorgt ervoor dat jij niet kunt vallen. Als je valt, dan vangt hij jouw val op. Toen ik daar hing, wat mij enorm hielp, was dat ik even naar beneden keek, naar de andere kant van mijn touw. Of hij daar nog stond. En ik keek en hij stond er nog. De andere kant van de touw was niet leeg. Als ik zou vallen, zou hij mijn val opvangen. Hij ging mij niet laten vallen. Nou, ik geloof in God. En ik geloof dat God met jou verbonden is. Dat de andere kant van jouw touw niet leeg is. Dat hij jou niet laat vallen. Dat hij jou zekert. En dat wanneer je geen grip meer hebt of wegglijdt, dat hij zijn volle gewicht in de strijd gooit om jouw val op te vangen. Het tweede wat ik heb geleerd van dat moment is dat je soms moet loslaten om nieuw houvast te vinden. De verleiding bij de zwarte route is groot om datgene wat je hebt nog steviger vast te houden. Om je grip te verstevigen en om je vast te klampen aan die klimgreep die je op dat moment wel hebt. Maar wat er gebeurt is dat je dan verkrampt. Je vingers verkrampen, je handen verkrampen, je armen verkrampen. En terwijl je daar zo blijft hangen om maar niet te vallen, raak je in een kramp. Dat gebeurde bij mij ook. Ik hing daar en ik zag het even niet meer. En ik hing met twee armen aan die ene handgreep. En mijn vingers, mijn armen, mijn handen, alles verkrampte. En ik wist, ik moet die handgreep gewoon loslaten. Ik moet even in dat touw gaan hangen. Even mijn handen rust geven, even mijn handen krijten, even rustig omheen kijken naar de volgende handgreep. Maar dat is zo
lastig. En zeker de allereerste keer dat je dat doet, is het zo lastig om die handgreep daadwerkelijk los te laten. Want dat betekent dat je niet meer vertrouwt op jezelf, maar dat je vertrouwt op degene die beneden staat. Dat je jezelf aan hem toevertrouwt. Ik geloof dat we in deze crisis weer mogen leren om te vertrouwen. Om te vertrouwen op God. En je aan hem toe te vertrouwen. Soms moet je eerst loslaten om nieuw houvast te vinden. Maar ik wilde op dat moment helemaal niet loslaten. Want ik wou het zelf kunnen. Ik wou geen hulp. Ik wou niet even in dat touw hangen. Ik wou die zwarte route zelf kunnen. Terwijl de realiteit is dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, de zwarte route voor de allereerste keer alleen kan, zonder hulp. En ook niet een tweede of een derde keer. En ik geloof dat deze tijd ons weer mag leren om hulp te vragen. Soms moet je loslaten om nieuw houvast te vinden. En loslaten betekent om hulp vragen. Loslaten betekent toegeven dat je het niet alleen kunt. En dat hoeft ook helemaal niet. Niemand van ons hoeft op eigen kracht door deze crisis heen. Dat kan in Dordt. In deze stad laten we elkaar niet vallen. En ook als kerken weten we ons verantwoordelijk voor deze stad. Om alle inwoners te dragen in gebed, om hulp aan te bieden, om licht te zijn in het donker, licht te zijn voor Dordt. Jij bent niet alleen. Ik denk dat we, om je vertrouwen te stellen op God, dat kun je heel eenvoudig doen door een kaarsje aan te steken, symbolisch. En dat kan ook door te bidden. En dat is wat ik nu graag met jou zou willen doen. God, dank u wel dat we niet alleen zijn. Dank u wel dat u er bent, ook juist in deze tijd. Dank u wel dat als het moeilijk is en als zekerheden wegvallen en we niet meer zien wat de eerstvolgende stap zal zijn, dat we een blik kunnen werpen op de andere kant van de touw en dat u daar staat. Dat u ons vasthoudt, dat u te vertrouwen bent, dat u ons niet laat vallen. God, help ons om niet in de kramp te schieten, dingen onder controle te willen houden, te willen beheersen, onze grip te verstevigen, maar dat we rusten in u. U houdt het touw vast. Wij kunnen onszelf even laten hangen, even rustig om ons heen kijken. U bent in control. Help ons ook in deze tijd om weer te leren om hulp te vragen, om elkaar te vertrouwen, elkaar voor elkaar te zijn en voor elkaar klaar te staan en elkaar de helpende hand te bieden. Dank u wel dat we in een stad leven waar dat ook kan. Help ons om zo zelf ook een lichtje te zijn in de duisternis, een licht voor Dordt. Amen.